Van de 5 verdachten die vorige week werden opgepakt na een plofkraak op de Bieshof, is er inmiddels 1 weer op vrije voeten. Dat meldt justitie dinsdagochtend. Zij overweegt tegen dat besluit van de rechtercommissaris in beroep te gaan. De plofkraak werd vorige week donderdag gepleegd op een geldautomaat in Stadspolders. De 5 verdachten werden nog dezelfde dag aangehouden. Ze komen allemaal uit Amsterdam. Vrijdag heeft de rechtbank onderzocht of de 5 mannen van 18, 19, 21 en 26 jaar terecht vastzitten. Toen is besloten 1 van hen op vrije voeten te stellen. De overige 4 verdachten worden dinsdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die bepaalt of hun voorarrest wordt verlengd.